De strijd om de eerste plaats in de pool barst los in deze aflevering. We gaan het namelijk opnemen tegen Red Bull Salzburg en tegen Marseille. En zoals we kunnen zien staat alles nog dicht bij elkaar. Marseille staat momenteel op de eerste plaats en Salzburg op de laatste plaats. Maar het gaat heel spannend worden. We hebben twee wedstrijden dus in de Champions League. Daarnaast gaan we deze wedstrijd in de Carabao Cup ook spelen. En ik denk dat we ook nog een competitiewedstrijd mee gaan pakken. Maar we gaan het zien. Om de wedstrijd in de Carabao Cup te spelen ga ik dit monster uit de jeugdopleiding halen. Het is een spits, 17 jaar, heeft een goede potentie. Ik ga hem gewoon laten spelen. Daarna zien we het wel weer. Misschien lenen we hem wel uit. Maar ja, nu zegt hij wel dat hij blij is. En hij gaat gelijk zijn kans krijgen. Ik ben ook onder de indruk. Wat heeft Messi te zeggen? Wil ik te roteren in de volgende wedstrijd? Erg vinden om wat rust te krijgen. Oké. Alle wedstrijden zijn belangrijk. Ik zal het overwegen. En wat heeft de laatste te zeggen? Die wil zijn kans. Ik ga je een kans geven. Een heel jeugdig team. Maar kwalitatief gezien beter dan de tegenstander. Oké, zo te zien gaan ze gelijk op snelheid vooruit. Shaw laat hem lopen, maar Lindelof zit nog in de rug. Helemaal prima, goed opgelost. En dan kunnen wij vooruit. Actietje, binnendoor, spits. Dan gaan we naar de andere kant. Waarom loopt Doku niet? Lewis doet mee, de rechtsback. Voorzetje bij de tweede paal. Hé, hey, wat een dramatische bal. Oké, Eriksen vraagt. Kunnen we daar niet laten vallen? Tuurlijk. Goed gevoetbald. Goed mooi uitgespeeld. Nog een keer. Druk blijven zetten. Iedereen erin. Iedereen erin vliegen. Spits in. Spits in. Onderscheppen. Ja, we hebben hem. Tuurlijk. Prachtig gedaan. Golasso. Heerlijk hoor. En Mendes maakt gewoon zijn eerste doelpunt. Was wel maar een intikketje. Ik dacht net dat hij blond was. Maar oké. En doorgaan. We hebben al heel vroeg de goal gemaakt. Zij laten hem niet op de 16 vallen. En dit mag natuurlijk nooit. Ai. Geen corners weggeven. Want dan kunnen ze gewoon uit scoren. Tussen de linies. Daar had de back al moeten lopen. Daar had Shaw al moeten zijn. In het midden hier. Kunnen de spits in? Ja, aannemen. En af. Aannemen eerst. Maar we voetballen lekker hoor. We voetballen er doorheen. Oké. Prachtig verdedigd dat ze weer achteruit moeten. Lopen. Je wilt er spelen, dan moet je lopen. Door het midden. Doorgaan. Schieten. Hebben we hem gewoon nog? Oh. We maken de kansen niet af. Zonde. Pas 1-0. Maar goed. Gaat goed komen. Oh, Mendes op 10. Is gewoon plus 10. Heerlijk. Dan blijft hij daar spelen. Dan gaan we een nieuwe spits brengen. En ik denk dat ik het verder even zo laat. Lewis in een 1 tegen 1. Hoe kan hij tussen de linies prij staan? Wat is dit? Dramatisch verdedigd. Dit is echt slecht verdedigd. Zo ga je zien dat je ook dit soort wedstrijden... Hoe kan hij Doku versnellen? Goed gespeeld, afmaken. Ai. Dit is onze spits van Chelsea. Dumfries goed gedaan in het midden. Hier houdt hij hem wel heel sterk vast. Dit is wel goed gevoetbald, jongens. Dit is goed gevoetbald. Doku, maak je loopactie naar binnen. Zonde. Tussen de linies ook gevonden. Goed gespeeld, jongens. Deze kans is niet te missen. Tussen de linies. Hier een beetje geluk. We krijgen hem terug. Golasso, die mag je niet missen. Kijken en lopen. Daar gaan we naar de achterlijn. Ai, spitsen lopen niet goed. En op de een of andere manier is hun verdediging super snel. Kijk hier. Prachtige paas. Prachtige bal, Iniesta. Oké, laten we het niet gebeuren dat we hier nog overuren moeten draaien. Omdat keeper... Onana, wat doe jij?
Heerlijk. De overwinning is toch binnen. 2-1 overwinningen. Zo zie je. Maar dit soort wedstrijden moet je eigenlijk ook serieus nemen. Oké, de volgende wedstrijd is tegen Fulham. Even kijken. Fulham staat volgens mij op de 8e plaats. En hierna hebben we ook nog een wedstrijd tegen Red Bull. Zitten wel kort op elkaar, dus ik ga wel een paar keuzes moeten maken. Ik ga Ronaldo en Messi voor de volgende wedstrijd houden. En wie zullen wij op 10 zetten? Fernandes. Waarom zit hij überhaupt op de bank? En dan gaan we op deze manier gewoon de wedstrijd simuleren. Snel simuleren. Ik verwacht een overwinning. 2-1 overwinning is prima. En dan kunnen wij naar de volgende wedstrijd die super belangrijk is. Ik heb toch een paar wissels moeten doorvoeren voor de volgende wedstrijd tegen Red Bull. Ik heb Botman op de bank gezet omdat hij een beetje vermoeid is. Hato gaat erin. En Fernandes komt er ook in voor Eriksen uit mijn hoofd. Die was ook een beetje vermoeid. En ik neem Mendes natuurlijk mee. Mendes heeft een goal en een assist gehad in de vorige wedstrijd. Was wel maar een wedstrijd tegen, weet ik veel, een laag vlieger ergens. Maar ja, het is wel belangrijk dat deze jongen bij de ploeg blijft. Daar gaan we. Oké, Rashford binnendoor. Goeie actie. En ik zie Messi lopen. Oh, hij krijgt hem mee. Afmaken, afmaken. Golasso. Heerlijk, we komen al heel snel op 1-0. Prachtig gedaan. Rashford tussen de linies doordribbelen. Gewoon zijn lichaam goed geplaatst. Ja, die loopactie van Messi is natuurlijk geweldig. Golasso. Heerlijk hoor. Hij probeert al twee keer te lopen. Centrale verdediger loopt te slapen. Ze staan niet zomaar in de Champions League. En Rashford natuurlijk weer dribbelen. Tuurlijk weer dribbelen. En dan zie je... Hey, je kan hem niet meegeven. Ik krijg een klein setje mee. Verdedigen, verdedigen. Oh. Wat gaan we doen? Vrije trap van zo dichtbij. Hij heeft toch geschoten? Weghalen, weghalen. Oh, prachtig genomen. Vrije trap. Dat moeten we niet nog een keer doen. Zij paas hem net over mijn voet heen. Constant over mijn voet heen. En dat schot komt tegen een tegenspeler aan. Rashford in de diepte. Messi's steekpas komt gewoon niet te langs. Weg is weg. En er langs. En kan Messi dit weer... Zagen jullie die versnelling? Zagen jullie dat? Dat gaat helemaal nergens over. Ja, nog wel. Ik heb niks in te brengen. Niks gaat er langs. Niks lukt. Helemaal niks lukt. Ah, ja joh, ja joh, ja. Ja, nu weten we het wel weer. Zien we het, alles werkt perfect bij hun. Alles gaat perfect. Kijk, zelfs die heb ik niet. Schot geblokt, dat deed hij eerder ook al. Wat is bij voor de voorsprong. Ja, mooi gedaan. Laat ze nog 10 keer schieten. Bal wordt voor het doel gebracht. Ja, wat een knap doelpunt is dat. Het verschil is helemaal zat. Hé, hallo, scheids, is dit ook niks? Geen kleur, helemaal niks. Boy, jij bent niet goed, jij bent echt niet goed. Maar de ruimte voor Anthony. Messi. Goed gedraaid om je as, doe maar. Goal, Ronaldo, goal, we maken gelijk. Echt belachelijk dat wij hier vechten voor een gelijkspel. Ai, we zijn veel beter, maar dit hele potje worden we echt de grond in geboord. Meelopen, Dumfries. Meelopen, kunnen we kijken naar Ronaldo. Of de bal goed is. Oké. Dit kan hem worden. Dit kan hem worden, Rashford. Kijken wie dit gaat doen. Bij Ronaldo in het midden. Waarom niet bij Ronaldo? 2-2. Weer een gelijkspel in de Champions League. Ik hoop niet dat Real Madrid gewonnen heeft. En zoals we kunnen zien heeft Real Madrid dus ook niet gewonnen. Waardoor we dus nog steeds op de tweede plaats staan. Prima, maar we moeten wel echt winnen van Marseille. Oké, de wedstrijd tegen Bradford kunnen wij gewoon volle sterkte spelen. Ik zag namelijk dat er nog heel veel rustdagen tussen zaten. Alleen ik zie wel dat spelers vermoeid zijn. Hij er ook bij.
En Martinez, ga ik nog wel even wisselen hoor. Het scheelt niet veel, maar alles kan meewerken. En Ronaldo misschien ook even een rustdagje extra. Ja, gaan we gewoon doen. En dan gaan wij klikken op simuleren. En dan zien wij een overwinning, een 3-0 overwinning. Fernandes scoort 2 keer. En Anthony scoort perfect. Kijk, en ik hoor jullie nu al denken. Zonder Ronaldo gaat het beter. Maar nee hoor, Ronaldo is nog steeds de GOAT. En we kijken, dus we hebben nog een wedstrijd tegen West Ham. En we hebben de wedstrijd tegen Marseille. Die van Marseille gaan we sowieso spelen. En ik moet alleen nog even op het schema kijken. Waar staat 11e West Ham? Ja. Nou, ik denk dat we die wel kunnen simuleren, toch? Dat moet wel mogelijk zijn. Wedstrijddag. Aftrap. En we gaan wel met volle sterkte simuleren. Want wij moeten winnen. Een 2-0 overwinning. En Fernandes is lekker bezig, hoor. En Rashford maakt ook zijn goal. En dan kunnen wij ons nu focussen op de wedstrijd tegen Marseille. Moeten we alleen nog zien met welke spelers we kunnen spelen. Door vermoeidheid. Zoals ik al zei, dit wordt het gevecht om de eerste plaats. Dit is super belangrijk. Want als we deze verliezen, lopen ze zoveel punten op ons voor dat het bijna onmogelijk is. Dus deze wedstrijd moeten we echt winnen. Messi is vermoeid, maar ik ga hem als wapen gebruiken. Hij gaat erin komen als de tegenstander vermoeid is. En dan gaat hij gekke dingen laten zien. Ik zie wel al dat hij 88 algemeen was en nu al 87. Dus het begint af te takelen. En Ronaldo is 82. Ik weet even niet op welke algemeen ik hem gekocht heb. Maar het zijn wel dingen waar we over na moeten gaan denken. Oké, tussen de linies. Ronaldo. Oh, Ronaldo wordt keihard aangepakt. De toon is gezet. En hier gaat Lodi. Alleen de 3 punten tellen. Dumfries door. Worden weggespeeld. Nee toch. 2 man ervoor. Dat kan niet. Oké, we hebben hem. Counter. Dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Anthony lopen. Oh, we worden daar neergehaald. Anthony is er langs. Kruisen. Goed gekruis. Afmaken. Colasso. Heerlijk, Anthony. Heerlijk gecounterd. Dit was waar zij voor waakten. Voor de counter. Met Rashford en Anthony. En na de rust moeten we altijd goed oppassen. Maar gelukkig, Neves die pakt hem gelijk af. Want daar worden tegenstanders meestal gevaarlijk. Rashford, hier moet je op snelheid. Ja, tuurlijk. Hier moet je op snelheid hebben. Ronaldo wil hem. Dumfries mee. Kan deze bij Ronaldo. Waarom krijg ik Ronaldo hier niet, jongen? Komen ze dan? Messi vanaf rechts. Doku vanaf links. Anthony speelde gigantisch goed. Alleen hij is vermoeid. En we hebben gewoon frissere benen nodig. Balbezit. Dit zou de laatste kans wel eens kunnen zijn om gelijk te maken. Oh. Dumfries, kom maar. In de baan van het schot. En ze hebben hem weer. Ja hoor. Gaan we het echt zo weggeven? Gaat dit echt gebeuren? We boeken eigenlijk gewoon prima resultaten. En dat is ook wel te zien aan hoe de club over mij denkt als trainer. Het is positief. We staan op de 3e plaats. We komen dichter bij Manchester City op de 1e plaats. En in de pool hebben we het natuurlijk ook goed gedaan. Goede zaken gedaan. We hebben gewonnen. Real Madrid heeft jammer genoeg ook gewonnen. Moet even kijken hoe de stand eruit ziet. Dus niet anders dan dat ik had verwacht. We staan allemaal dicht bij elkaar. Maar ja, we staan wel nog steeds op de 2e plaats. En het scheelt nog maar 1 punt met Olympique Marseille. Dames en heren, we zijn jammer genoeg weer aangekomen aan het einde van de maand. Dat betekent dat dit het einde is van de aflevering. Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Klik op de abonneerknop en dan zie ik jullie snel bij een nieuwe aflevering. Peace.